Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Wij hebben Jordi klaargemaakt voor naar school te gaan. Hé hey, jongen, ben je klaar om naar school te gaan met juffrouw Sandra? Hey, wij zijn eigenlijk echt het is 's morgens, laat maar rust. Heb je er zin in? Nu kus je hier aan de telefoon. Ja, je bril was niet helemaal goed. Ja, ja. Oh. Zijn tas staat klaar, zijn auto staat klaar. En hij gaat nou in de auto gezet worden. Dus, komt goed. Jordi is op school, maar wij hebben meegemaakt wat elke ouder wel eens ooit mee gaat maken in zijn leven. Ja, maar is dat? Jordi moest eigenlijk pas om 11 uur naar school. Omdat de eerste dag na de vakantie was. Ja, maar hij mocht er toch blijven. Liam, je bent heel vervelend, wist je dat? Liam, je bent vervelend. Dus dat. Ik wil graag vertellen. Ja, wat wil je allemaal vertellen dan? Niks. Zie je, zoveel wil hij dus vertellen. Ik denk dat we een nieuwe hond hebben. Hé, hey, hoe heet jij dan? Als je een nieuwe hond bent, hoe heet jij dan? Liam. Liam. Dat is niet voor jou, dat is voor Joef. Potentori. Ja, je hebt gewoon letterlijk en figuurlijk schijt aan je ouders, hè? Ja, vind ik ook. Echt, dit huishouden. Nou. Spoor jij wel? Ja, je lui wordt zo gedaan hoor, jongen. Ja. Het is zo maandag. Ja, we genieten even van de rest. Jordi op school, twee kinderen slapen. Ik ben met Sam nog naar het consultatiebureau geweest. Hij heeft een prikje gehad. Yes, prikjes in allebei de benen. Maar ik was die afspraak niet vergeten gisteren. En vanochtend zei ik ineens om 10:30. Fuck, ik moet ook nog om 10:50 naar het consultatiebureau. Dus. Maar papa heeft hem snel omgekleed. En de buggy klaargezet. En mama heeft zichzelf omgekleed. Haarzelf. En de tas klaargemaakt. En toen was het op tijd. Maar het is echt zo'n maandag. Wij zijn chocola aan het eten en hij is een keer niet een beul. Hij heeft de KitKat in tweeën gedaan. Is het omdat iedereen mij gelijk gaf? Ik doe dat om jou een plezier te doen. Nou, pak een Mars omdat je zoveel in je Mars hebt. Nee, ik pak een Twix. En jij krijgt lekker niks. Jordi. Jordi. Hi. Wil je zelf naar de auto lopen? Wauw. Daar is de auto, Jordi. Jordi is weer thuis. En je had geswommen, hè? Op schooltje.
Dan hebben ze een helemaal geweldig zwembad. We gaan heel even gauw naar de winkel toe. En dan kan ik thuis eten gaan koken. Gaan we eventjes op pad naar de winkel? Oké. Ben je het er niet mee eens? Nee? Blijf zitten. Mama is bezig met de nagels. Die is niet bereikbaar. Net heeft Jordi nog even zijn eigen leeg gescheten. Die was aan het mopperen en zeuren. En toen we hem op het aankleedkussen hadden liggen, toen gaf hij alles wat hij had. Gelukkig. Want nou. Heeft hij geen buikpijn? Ja. En daarna is hij lekker gaan slapen. We hebben wel moeten helpen, hè? Ja, ja. Meestal als je het aangeeft, dan helpen we een handje. En dan. Dan is het even heel hard zeuren en huilen. Maar daarna is het ook weer klaar. Dus Mandy gaat nou verder met de nagels. En ik ga nog een beetje een paar kleine klusjes doen. Rondom het huis. En dan gaan we naar bed. Dus dat was het voor vandaag. Een hele goede morgen. Ik ben bezig met alle kinderen klaar te krijgen, zodat ik Jordi naar school kan brengen. Jordi zit nog in zijn pyjama. Sam die heeft net zijn fles gehad, moet nog even overeind blijven. Hallo! Hij heeft gisteravond een beetje verhoging gehad. Maar tot nu toe is het goed gegaan. En je hebt weer straf, hè? Ja. Die deed weer niet luisteren, dus ik zei tegen hem, je gaat je stoel in, want mama moet brood smeren en alles en Jordi klaarmaken. Dus... om op tijd te blijven, moet ik dit even doen. Dus ik ga heel even brood smeren voor Jordi en alles. En zorgen dat Jordi naar school komt. Nou, de kleine baas die is weer op school. En ik ga weer naar huis toe rijden met de Bambix bende. Ja, want jullie zijn over, hè? De overige Bambix bende. Jullie zijn de overige Bambix bende, hè? Dus ja, tot zo thuis. Wij zijn met z'n drietjes. Ja? 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 Wel, ja. Mama! Ja, mama, ja. Mama heeft touwtje aan de jurkje zitten, dan moet hij ook aan zitten. Liam lekker een fruitje. Sammy die slaapt. En ik geef boterham eten. En hij is gewoon op. Hij is leeg. Hij heeft hem gewoon helemaal opgegeten. Geweldig. Wat heb jij daar goed gedaan? Alles opgegeten. Ja. Ga je nog even televisie kijken dan? Ga je nog even televisie kijken? Ik ben Liam iets aan het leren. Ja. Ik ben Liam lavashkiri aan het eten geven. Of in ieder geval aan het geven hoe je het moet eten. Dat is lekker, hè? Zo doe ik dat als Jordi weg is. Dan probeer ik dingetjes aan Liam te leren. Zoals bijvoorbeeld dit, dat je mag dippen en dat soort dingen. Ja. Ja. Wil je dippen? Wil je dippen? Dippen. Happen. Goed zo. Ben je het ook een lekker stukje? Je happen? Je moet je happen. Kun je gewoon helemaal in je mond doen? Nee, gewoon happen. Goed zo. Ja, dat ongeluk, dat snappen mensen wel dat jij dat in je mond hebt zitten. Je hoeft niet elk ongeluk in je tunnel te laten zien, vriend. Hi. Sta je nou vast? Ah, 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 ah.
Hij ja, mama. In de gaten. Hij is nou boterhammetje aan het eten. Het kind eet heel de dag door. Jij ook, help je vingers. Ja. En mama doet het vandaag even rustig aan. Ik vind dat dat ook wel eens een keer mag. Om even gewoon niet veel te doen. Ik heb hem zover dat hij melk drinkt. Hij drinkt sinds kort ook oranje. Jippie de pippie de poepie de poe. Hij drinkt melkie, joehoe. Ik heb Sam wakker gemaakt. Liam was al wakker, want hij is helemaal over de zeik. Maar het lijkt alsof hij last heeft van zijn hoektanden die doorkomen. En daar heb ik dus mee geknuffeld en gedaan. Nu is het weer tijd om Jordi op te halen. Nou, ik ben al met al een minuut of vijf bezig geweest. Ik ga heel eventjes zorgen dat de kinderen drinken en de hele zooi hebben. En dan denk ik dat ik maar aan het eten ga beginnen, want het is 4:15. En dan nu met het eindeloos ritueel hier. Boomba. En even Ranjaatje. Even lekker drinken. En Liam heeft een wafel. Moet ook gebeuren, hè? Je moet ook wel eten, hè? Ja. Maar ik ga even kijken wat ik nou ga doen. Hij is echt even aan het onthaasten. Even in zijn eigen wereldje. En hier ligt iemand te slapen. En onze druktemaker, die gaat glijden. Kijk uit, hè? Ja, ja. Dan noemen we nog eens een nieuwe manier van drinken. Slimmerik. Meneertje wilde niet luisteren, niet? Dus we zijn maar weer naar binnen gegaan. En nou denkt hij dat het vrachtwagentje ook een loopwagen is of zo. Nou, hier het bewijs. Het was snel bewijs, maar ja. Oh, ik had weer een la niet goed dicht gedaan. Die moest even dicht gedaan worden. Want elke keer als er hier iets open staat, dan wil meneer het dicht doen. Omdat ik hem geleerd heb. Is het open? Nee, mag je niet inkomen? Moet het dicht. Dus wat doet hij nou bij alles? Ben ik even in de koelkast? Hup, komt hij dicht doen. Ben ik eventjes in een la of wat dan ook? Hup, dicht. Maar in ieder geval doet iemand het nog dicht, want ik vergeet het nog wel eens. Mama is hier in alle rust even met Sammetje aan het spelen. Ja, in alle rust, ja, inderdaad. Letterlijk en figuurlijk. De brandweer zit ook weer op zijn motor. Ja, Liam is Joep aan het aanproberen te rijden. Ik denk dat papa even in moet grijpen. Doe jij lief voor Joep? Hi! Hi! De buik zijn nou een beetje voorbij. Ah.
Ik heb eventjes voor 2 dagen eten gekookt. Dit is Hollands pannetje met aardappelpuree erbovenop. Die doe ik morgen. Doe ik wat paneermeel erbovenop. En dan gaat hij in de oven. En dit is kofta. Daar hoef ik overmorgen alleen nog maar de rijst van te koken. Maar dat kan ik in de stomer, dus daar hoef ik het fornuis niet eens voor te gebruiken. En ik had eigenlijk ook nog pilaf willen maken, maar ik heb tijdnood. Ik moet nog van alles doen. Dus ja, dan ga ik dat nou doen. Vaatwas staat er weer aan. Ik heb voor 2 dagen nou lekker eten gekookt. Hoef ik daar in ieder geval niet aan te denken. En dat wil ik eigenlijk vaker gaan doen, want ik heb iedere keer weer of tijd kort of het haasten en ik heb er allemaal geen zin meer in. Dus ik doe het nu even zo. Dus ik ga nu even opruimen en spullen klaarzetten voor morgen, want morgen moet Jordi weer naar school. En omdat ik dus nog van alles moet doen, betekent ook dat we bij deze ups en downs afgesluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.